Ik zie op mijn werk kinderen die met ontzettende diarree hebben, want het laat dus los. Ja, ja. Ze hebben diarree de hele dag door en daar schamen ze zich voor. Dus wat we zeggen, hij doet in zijn broek van angst. Dat heb je de hele tijd. Dus letterlijk. Letterlijk. Kinderen die binnenkomen zijn ontzettend getraumatiseerd. Zodra je even dit doet, dan is hup, alle kind is meteen weg. En onder de tafel. Ik heb het dus meegemaakt dat iets van mijn tafel afviel. Het kind hup, onder mijn tafel gaat. Maar het rijden van mijn werk naar huis is sitting duck. Ja, dat is ontzettend. Ik ben bang. Ik rij alleen, ik doe mijn raampje open, zodat ik het alarm kan horen op de grote weg. En radio aan? Radio zachtjes aan, want dan hoor ik op de radio waar nu alarm afgaat. Ja. Het is me overkomen in de stromende regen. Het is donker, het regende pijpenstelen en het land is nat. En daar ligt Liesbethje op afstand, op 7 meter afstand van de auto. Want gaat je auto uit en gaat in de berm liggen? Gaat in de berm liggen. Ja. Ik probeer achter zand te zijn. En dan denk ik maar één ding, laat die niet op mij vallen. En ik kan over 5 minuten dood zijn. Ja. En dan gaan allerlei gedachten over je heen, dan is het even heel stil. En dan opeens, boom! Dan denk ik, god, zeg, dat was het erbij. En dan denk je, nou, dat was het. En dan wil je net opstaan. En dan komt er nog één. En dan komt er nog één. Soms zijn het er 12, soms zijn het er 6. En dan zit je echt helemaal trillend. En dan moet je de sleutel in het contact zien te krijgen. Je moet toch naar huis. Ik kan ook daar blijven staan. Maar de volgende kan er vallen. Dus dat is eng. Dat is heel eng.